Ik ben Dries en wij gaan vandaag op zoek naar de beste winterkledij voor op de fiets. Welkom bij Gangmaker Lab. We beginnen bij de broeken. Ik heb altijd eigenlijk een korte tight aan bij temperaturen boven de 15 graden Celsius. Ga je lager, dan combineer je die best met van die beenwarmers. Ik vind dat een ideale voor tussentemperaturen of momenten dat je echt twijfelt. Je kan die ook altijd uitdoen onderweg als het dan toch te warm zou zijn. Voor de tochten waarbij het echt koud is, onder de 15, onder de 10 graden Celsius, ben ik eigenlijk altijd een voorstander van leggings met lange pijpen. Voor de toplagen zou ik eigenlijk altijd starten met een base layer. Je werkt eigenlijk in verschillende lagen omdat de lucht tussen je verschillende kledingstukken eigenlijk een extra isolatielaag is. Dus zowel in warme als in koude temperaturen is dat zeker een aanrader. Eigenlijk bij warmere temperaturen ben ik een voorstander van ofwel zonder mouwen te werken, zoals deze, ofwel met korte mouwen. Je kan daar eigenlijk niet echt een foute aankoop in doen, druk gewoon dat het een zachte stof is. Ik vind dat persoonlijk dat je daar niet altijd de duurste moet kopen om daar een goede in te vinden. Ga je onder de 15 of de 10 graden Celsius, dan zou ik zeker wel eentje met lange mouwen kiezen. Dat voelt echt veel comfortabeler aan. Er is een nieuwe de laatste jaren die meer en meer wordt gebruikt en dat is de Merino. Ja, de Merino is eigenlijk een heel natuurlijke stof die het zweet goed opvangt, maar toch niet te nat begint aan te voelen. Is ook een hele goede, zeker bij heel koude temperaturen, een aanrader. Na uw base layer zou ik sowieso starten met de wielershirt. Opnieuw hetzelfde, boven de 15 graden Celsius start je eigenlijk altijd met een shirt met korte mouwen. Je kan dan aanvullen als het wat te koud is, kouder dan 15 graden, met bijvoorbeeld terug van die armwarmers, hetzelfde systeem eigenlijk als bij de benen. Ga je kouder dan 10 graden Celsius, dan raad ik zeker aan om een shirt met lange mouwen zoals deze te kopen. Ik heb een Primaloft gekocht, aangezien dat ook heel goed is in extreem koude temperaturen, maar ook bij iets warmere of bij twijfel gevallen, kan je deze eigenlijk ook perfect gebruiken. Nu, er zijn altijd twijfelgevallen, weersomstandigheden kun je niet altijd inschatten. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak een windvestje mee. Deze bijvoorbeeld heeft ook een zak achteraan, een opening eigenlijk, waardoor je eigenlijk altijd aan je achterzakken kan. Niet alleen een windstopper is een goeie, je hebt bijvoorbeeld ook een regenjasje nodig. Deze kan je ook makkelijk opvouwen altijd en in de achterzak steken, voor moest het dan onderweg beginnen regenen. Ook kleinere kledingstukken kunnen heel belangrijk zijn. Ik begin liefst altijd met de sokken. Ik draag heel graag van die fijne aero sokken zoals deze. Maar natuurlijk, als het te koud is, dan draag je altijd beter iets warmere. Kies dan vaak een dikkere stof. Je hebt tegenwoordig ook merino sokken. Dat is zeker ook een aanrader voor extreme temperatuur. Nu, ik haat het om het aan te doen, maar als je een rit hebt waar het eigenlijk de hele tijd regent, dan doe je best van die overschoenen aan. Die van mij die zijn goed vuil, dus moet nog gewassen worden, maar is echt een aanrader om te hebben. Wat je mij bijna altijd zal zien aan hebben, is een buffje of een nekwarmer zoals deze. Ik vind het enorm handig om zoiets mee te hebben. Dat weegt niks, dat is super warm aan de nek en je kan het eigenlijk ook als hoofddeksel gebruiken onder de helm. Een leuk alternatief op het hoofd is natuurlijk zo een leuke retro-achtig petje. Of je nu graag fietshandschoenen draagt of niet, onder de 15 graden Celsius zorgen ze altijd voor extra comfort. Zo, dit was alle winterkledij die ik gebruik tijdens deze koude maanden. Heb jij nog andere ideeën of andere aanraders? Zet ze dan zeker in de comments. Abonneer je op ons kanaal. Dank om te kijken. Ik ben Dries, dit was Gangmaker Lab.